welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een challenge. Ik heb al een heleboel make-up challenges gemaakt hier op mijn kanaal. Maar dit is wel echt een van de heftigste. Want ik ga mij vandaag opmaken met alleen maar mijn linkerhand. Ik ben rechts. Ik doe echt alles met mijn rechterhand. Ik leef letterlijk met mijn rechterhand. Ik kan echt niks met mijn linkerkant. Dus vandaag ga ik proberen om mij op te maken met mijn linkerkant. Zoiets heb ik echt nog nooit gedaan. Ik denk dat ik het echt heel slecht ga doen. But I'm not sure. Misschien ga ik het wel heel goed doen. Dan kan ik het heel goed. Maar ik kan in ieder geval echt niet werken met mijn linkerhand. En ik weet echt niet hoe ik dit ga doen. Ik ga echt een volledige make-up look maken. Gewoon full glam. Zoals ik altijd doe. Met alleen maar mijn linkerhand. Dus dit wordt wat. Ik heb wel eens ook mijn rechterhand gebroken. Echt jaren geleden. Echt 10 jaar geleden of zo. En toen zat mijn hand in het gips. En toen moest ik ook alles doen met mijn linkerhand. En ik herinner me nog dat dat niet zo goed ging. Dit videoconcept gaat echt al jaren rond op YouTube. Al honderden andere YouTubers hebben dit gedaan. En vandaag ga ik het ook doen. Dus ik ben echt super benieuwd hoe ik het ervan af ga brengen. Dus ja, het wordt waarschijnlijk echt hilarisch. Maar ik ga in ieder geval echt mijn best doen. Want ik moet ook vandaag gewoon weg om 4 uur. En ik zie het niet echt zitten om mij 2 keer te moeten opmaken vandaag. Dus ik hoop gewoon dat het gewoon zo goed gaat. Dat ik gewoon de make-up op kan houden. Of misschien eventueel nog een beetje kan bijwerken daarna met mijn rechterhand. Maar goed, dat is wat we vandaag gaan doen. Als je dit soort video's leuk vindt, laat me weten beneden in de reacties. Want dan maak ik er nog meer. Dus vind je het nu al leuk, vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Jongens, ik zie het echt helemaal niet zitten. Dit wordt echt een ramp. Oh my god. Ik ga wel gewoon alles pakken en openmaken met gewoon beide handen. Maar echt het aanbrengen ga ik echt doen met alleen maar mijn linkerhand. Oké, let's do this jongens. Ik ga gewoon vandaag een hele makkelijke look maken. Het wordt wel echt een full glam look. Maar wel gewoon een beetje een soort van soft glam. Ik ga niet helemaal een cut crease maken en alles. Want dat gaat gewoon niet lukken met mijn linkerhand. Dus dat. Ik ga beginnen met het primer van mijn gezicht. Ik ga deze Essence Primer gebruiken. Dit is de My Power is Fire Primer. En dat ga ik dan sprayen met mijn linkerhand. Oké. Mijn hand-oogcoördinatie is ook niet echt het beste. Dus ja, oké. Oké, dit was volgens mij echt de meest makkelijke stap van vandaag. Maar het was nog steeds best wel ingewikkeld. Omdat je het toch gewoon met een andere hand doet. En dan weet je niet precies hoe je je hand moet plaatsen. En hoe ver en hoeveel naar links en hoe ver naar rechts en zo. Het is zo apart. Oh my god, met mijn rechterhand doe ik het gewoon bam 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 en ben ik klaar. Ik ga ook nog in met mijn Elf Body Primer voor de poriën hier. Die ga ik een beetje aanbrengen. En dan pak ik het gewoon weer met mijn linkerhand. Oh my god, ik vind dit echt zo raar. Oh wow, ik wilde gewoon bijna automatisch mijn rechterhand gaan gebruiken om het in te smeren. Normaal gesproken gebruik ik hiervoor allebei mijn handen en dan blend ik het gewoon zo in met allebei de vingers. Maar nou moet ik dus de rechterkant van mijn gezicht ook doen met mijn linkerhand. Oh mijn god, dit voelt zo raar aan. Ik ben zo zenuwachtig, omdat dit zijn echt de meest makkelijke stappen. En ik heb er al een beetje moeite mee. Laat staan straks met de rest van de make-up. Oh my god, vooral de ogen. Oké, jongens, dan foundation. Ik gebruik mijn Lottie London Foundation. De Selfie Ready Foundation in de kleur Soft Sand. Oké, dit ga ik gewoon zo een beetje gelijk op mijn gezicht aanbrengen. Oh my god, komt er niet uit. Oh ja, nou wel. Oh, dit doen met je linkerhand is zo raar. Oh my god. Jongens, als je gewoon een dagje niks te doen hebt of zo, ga dit proberen. Het is echt zo weird. Oh, er kwam hier veel te veel. Oké, ik denk dat dit wel genoeg is. Normaal breng ik het echt niet zo aan. Maar ja, hè? Alleen mijn linkerhand. En dan ga ik het inblenden met mijn Real Technique spons. Oeh. Oh my god, het is echt zo raar. Ik blend nou ook helemaal niet goed. Oh, ik wil heel tijd gewoon automatisch mijn rechterhand gebruiken. Maar dat mag echt niet. Oh mijn god, ik ben een beetje in mijn wenkbrauw gegaan. Oh, wat een ramp jongens. Oh, ik wil zo graag mijn rechterhand gebruiken. Heel tijd gaat mijn rechterhand omhoog, maar het mag echt niet. Wie van de mensen hier zijn linkshandig? Let me know beneden als je linkshandig bent. Ik ben echt super benieuwd. En hoe is dat dan gebeurd? Is dat gewoon gebeurd omdat je gewoon alles bent aangeleerd met links? Of heb je het echt expres gedaan omdat je gewoon linkshandig wilde zijn? Hoe zijn mensen linkshandig? Ik begrijp het niet. Want als je opgroeit op school en zo, alles wordt je geleerd met je rechterhand. Dus ik vind het altijd heel uniek als mensen linkshandig zijn. En ik ben heel benieuwd hoe dat dan komt. Dus let me know beneden in de reacties. Oh, ik wil echt niet in mijn wenkbrauwen gaan en zo. Oh my god. Mijn wenkbrauwen is vandaag het enige wat ik gewoon normaal heb kunnen doen. Oh, ik heb nog nooit mijn gezicht zo slecht geblend. Oh, ik wilde gewoon weer mijn rechterhand gebruiken. Ophouden nou, Sarah.
Ik ga nu gewoon wat extra tijd besteden aan blenden, want het is allemaal niet echt top gedaan. Dus als ik gewoon heel veel blend, dan komt het uiteindelijk wel goed. Wow, mijn linkerhand wordt ook gewoon moe. Wat is dit? Mijn linkerhand is het echt niet gewend om zoveel te werken. Die heeft nou echt iets van, oh mijn god Sarah, wat is dit? Hoezo moet ik ineens allemaal werken? Om het nog extra lastig te maken voor mezelf, ga ik ook in met een cream contour. Deze is van Max & More in de kleur Deep. En hiermee ga ik mijn gezicht contouren, ook weer dus met mijn linkerhand. Oké, dit lukt op zich wel. Oké, nou moet ik het gaan blenden. Ik weet niet eens hoe ik mijn kwast moet vasthouden. Oké, gewoon een beetje zo blenden. Ik druk ook echt veel te hard. Ik weet helemaal niet hoe hard ik moet drukken. Zeg maar, ik kan het niet inschatten met mijn linkerhand. Dus ik doe maar gewoon wat. Ik weet ook niet hoe ik de kwast moet vasthouden. Oh my god. You can do this. Oh mensen, mijn linkerhand is gewoon echt moe aan het worden. Oh, dat is zo raar. Komt dat gewoon echt omdat ik mijn linkerhand nooit echt zoveel gebruik? Dat hij nou gewoon echt gewoon lui is geworden of zo? Dit heb ik nooit met mijn rechterhand. Mensen, ik moet echt even mijn arm steunen op mijn bureau, want hij is gewoon echt moe. Dus nou ben ik een beetje uit beeld. Ik zie hier dat ik het helemaal niet goed heb geblend bij mijn neus. Oké, ik denk dat ik de contour op zich best wel goed heb geblend. Dat ging op zich best wel oké. Dan concealer. Ik gebruik mijn Zoeva concealer in de kleur 100 Destiny. Oké, een rechte lijn op mijn neus. Word alsjeblieft recht. Oké, het is gelukt. En dan weer alles inblenden met links. Oké, dit lukt op zich wel. Dit gaat op zich best wel makkelijk. Oh, ik ging met een spons in mijn oog. Oh, dit gaat zo traag, jongens. Oh mijn god, normaal was ik al lang klaar geweest met blenden. Maar dit gaat allemaal zo traag. Maar ik doe gewoon echt mijn best om het echt goed te doen. Dus daarom doe ik er zo lang over. Want ik wil gewoon dat het er even goed uitziet als dat het zou doen als ik gewoon mijn rechterhand had gebruikt. Maar op zich lukt dat wel. Op zich ziet alles er wel gewoon topje uit en zo. Soort van. Ja, de blending hier is een beetje moeilijk. Extra blenden hier. Dat het niet zo'n harde lijn is. Ja, dit ziet er al wat beter uit. Oké, dan ga ik baken met losse poeder. Ik gebruik mijn Sleek losse poeder, de Face Form Loose Powder in de kleur Light. Ik weet niet hoe ik ga baken met mijn linkerhand. Oh my god, oké. Oké, heel even eerst de creases hier weghalen. Dat wilde ik bijna doen weer met mijn rechterhand. Dat gaat gewoon echt automatisch. En dan pak ik gewoon een beetje zo poeder met mijn linkerhand. Oké, ik hoop niet dat er allemaal poeder in mijn oog gaat. En dan gewoon zo indrukken. Ook dit gaat nou weer echt super traag. Ik weet niet waarom, maar ik gebruik vandaag veel producten die ik niet heel vaak gebruik op beeld. Dan de poeder weghalen. Ik kan weer niet goed mijn kwast vasthouden. Ik doe gewoon een beetje maar wat ik denk dat lukt, dat goed is. Ik druk ook heel de tijd nou echt veel te hard. Ik ga helemaal niet nou zo zachtjes over mijn gezicht heen zoals ik normaal zou doen. Ik druk nou helemaal zo in mijn gezicht met die kwast. Oh my god. Het lukt me gewoon niet om dit rustig te doen met mijn linkerhand. Oh mijn god, poeder in mijn oog. Dan ga ik mijn neus contouren met dit Revolution paletje. En ik gebruik deze kleur hier. Neus contouren met mijn linkerhand. Ik weet niet of dit helemaal goed gaat lukken. Oké, ik moet gewoon een rechte lijn maken. Weet je wat de truc is? Ik hou gewoon mijn hand stil. En dan ga ik gewoon zo met mijn hoofd op en neer. En dan maak ik gewoon zo een rechte lijn. Ik denk dat dat makkelijker is. Ja, dat heeft echt nut. Oh my god, dat is zo'n slim trucje. I'm so smart. En dan weer uitblenden. Ik ervaar het meeste moeite met het uitblenden. Omdat ik heel de tijd niet weet hoe ik mijn kwasten moet vasthouden. En heel de tijd veel te hard drukken en zo. Het aanbrengen van de make-up gaat op zich wel makkelijker dan verwacht. Oké, nou jongens, dit ging echt top. Mijn gezicht ziet er echt gewoon goed uit. I love it. Dan fixing spray. Mijn Max & More fixing spray om alles mooi te hydrateren. Moet ik dan ook nu mijn gezicht waaien met mijn linkerhand? Ik denk het wel. Ik ga het gewoon ook doen met mijn linkerhand. Nou jongens, ik vind echt dat ik het er echt goed van afbreng, al zeg ik het zelf. Mijn contour is een beetje hard, dat ging het minst goed. Ik zie echt een beetje van die bruine vlekken en zo die er normaal gesproken niet zouden zijn. Maar voor de rest ging eigenlijk alles gewoon wel goed. Niet zo goed geblend bij mijn neus. Bij mijn neus had ik een beetje probleempjes. Maar het is niet heel slecht. Ik kan gewoon zo over straat, dus dat is top. Ik ga beginnen aan de ogen. Ik ga een oogschaduwstick gebruiken van ELF Cosmetics. In de kleur Bronze Metal. En die ga ik dan aanbrengen met mijn linkerhand.
Want ik denk dat ogen echt het moeilijkste wordt vandaag. Want dat moet altijd heel secuur en zo. En dat kost me altijd sowieso al veel tijd. Laat staan als ik mijn niet dominante hand gebruik. Ik ga gewoon zo dit aanbrengen over mijn hele ooglid. En nu komt dan het moeilijkste gedeelte, het uitblenden van deze oogschaduw. De kwast die ik gebruik is een Boozy Shop UP24. Ik heb hem helemaal schoongemaakt in dit dingetje, ook met mijn linkerhand. En dan ga ik het nou proberen te blenden. Dit moet echt goed blenden, want anders gaat zo die harde lijn blijven. En dat mag echt niet. Oké, dit gaat ook weer lekker traagjes op het gemak. Dit gaat echt veel tijd kosten. Ik zie het nu al, oh my god. Oké, niet te hoog blenden. Wat is dit een ramp. Ik pak weer met die kwast een beetje van de oogschaduwstick. Dan blend ik het weer een beetje uit in mijn arcadeoog. Ik heb mijn oogschaduw nog nooit zo slecht geblend. Oké, dan het andere oog. Dit is nog moeilijker, want dit is de rechterkant van mijn gezicht. Dus dat is nog lastiger. Oh, ik heb heel de tijd hier iets in mijn oog. Zo irritant. Mensen, kijk even hoe traag ik ga. Dit is letterlijk hoe traag ik ga. Normaal ben ik echt zo lekker aan blenden, lekker snel en zo. Maar sneller dan dit kan ik gewoon niet. Het lukt me gewoon niet om snel te blenden. Ik doe het niet expres of zo. Dit is gewoon hoe mijn hand beweegt, zeg maar. Pak ik weer een beetje van de stick. En dan blend ik het weer. Wat een ramp. Het is ook allebei heel anders geblend. Hier is het meer laag gebleven en meer naar buiten. En hier ben ik meer omhoog gegaan. Dus ik moet subiet weer hier ook weer iets hoger aanbrengen. Om het te laten matchen met dit oog. Kijk even dit. Op zich is het best wel oké. Het is gewoon te doen, maar het is echt niet goed geblend. Ik weet ook niet of ik er nog iets beters van kan maken, eerlijk gezegd. Dus ik denk echt gewoon dat dit het is gewoon. Dan ga ik de stick ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Oh, ik hoop niet dat ik te ver naar beneden ga. Oh my god. En dan dat hier beneden ook een beetje uitblenden. Dit is het dan, jongens. Ik ga gewoon voor de leuk nog iets extra's aanbrengen. Ik ga deze Liquid Eyeshadow aanbrengen van She Glam. Deze heb ik in de kleur 202 Gold Goddess. En dit is een liquid oogschaduw, een glitter liquid oogschaduw. En die wil ik gewoon een beetje aanbrengen op mijn ooglid voor een beetje extra glitter. En om mezelf nog meer uit te dagen. Dus dat ga ik doen. Ik druk het gewoon zo een beetje hierin of zo. En dan blend ik het uit met mijn middelvinger. Oké, nou dat ging op zich wel goed. I like it. Door die liquid glitter valt het nou ook iets minder op dat ik het super slecht heb geblend. Oké, ga ik de ooglook verpesten door een winged eyeliner aan te brengen of niet? Alles in mij zegt om het gewoon niet te doen en om het gewoon over te slaan. Maar ik weet ook dat jullie nou iets hebben van Sarah, dit is een uitdagingsvideo. Je moet jezelf uitdagen, dus doe het gewoon. Oké, ik denk dat ik het gewoon ga doen. Oh my god. Oké, de eyeliner pen die ik ga gebruiken is deze van Messauda. De Eyes on Fleek eyeliner pen. Deze is echt super fijn in gebruik. Dus ik denk dat dit de makkelijkste eyeliner tool is om te gebruiken met mijn linkerhand. Oké, jongens, ik moet nog weg hè vandaag. Ik moet nog weg. En alles ziet er op zich gewoon nog goed uit. Dus als dit nou niet goed gaat, dan verpest ik echt alles. Oké, oh, dit gaat echt niet lukken. Oh my god, oké. You can do this. Ik maak niet een heel heftige wing, gewoon een kleine baby wingetje. Oh my god. Oké. En dit is letterlijk it. Meer ga ik gewoon niet doen. Oké, en dan moet ik nou een lijn creëren op mijn wimperrand die niet te dik gaat zijn. Oh mijn god, het lukt gewoon echt. Oh mijn god, ik ben echt in shock. Dat had ik echt niet verwacht. Oh mijn god, jongens, het is gewoon echt gelukt. Het is wel echt de meest dunne baby wing ever. Maar het is gewoon echt gelukt. Oké. Nou, bij mijn moeilijke oog, de rechterkant. Ik hoop gewoon dat het hier ook lukt. De truc is, vooral bij de staart van de wing, om je pen gewoon neer te leggen. En dan heb je gewoon een klein wingetje in plaats van helemaal zo een wing te gaan trekken. Want dan gaat het mis, denk ik. Dit heb ik nou bedacht. Oké, en dan weer zo hier drukken. Oké, oh mijn god. Hoe ga ik nou de lijn maken, zeg maar? Ik moet nou helemaal mijn hand zo houden of zo. Dit gaat echt niet goed. Oké, deze is echt minder goed gegaan dan deze. Maar op zich, het is best wel oké voor iemand die doet met de linkerhand. Kijk, het is niet helemaal heel smooth, heel recht. Maar ik wil er nou niet al te veel aan zitten. Omdat ik dan bang ben dat ik het meer verpest. Hier ziet hij er iets strakker uit. Oké, ik ga toch gewoon proberen iets strakker te maken. Oké, nee, ik denk dat ik het gewoon echt hierbij laat. Oké, jongens, dit ging best goed. Als mascara ga ik in met mijn Essence Princess Lash Mascara. Ook weer met mijn linkerhand. Ik hoop niet dat er nou mascara gaat komen over mijn hele gezicht.
Oké, ik ga mijn wimpers ook krullen met mijn linkerhand. Oké, dit kan echt pijn gaan doen als ik niet goed doe. Als je een stukje huid pakt met je wimperkruller. Nou, ik heb nog nooit zo een pijn gevoeld in mijn leven. Ik ga altijd al helemaal scheven met mijn rechterhand. Laat staan mijn linkerhand. Oké, geen mascara in je oog en geen mascara op je gezicht. Dankjewel. Oh, dit. Oh, er kwam mascara in mijn ogen. Oké. Niet tranen, niet tranen. Oké, ik ga gewoon verder. Ik ga gewoon niet veel mascara aanbrengen. Oh, nou heb ik hier allemaal mascara zitten. Wat een gezeik. Oké, de nep wimpers die ik op ga doen zijn van mijn wimpercollectie in samenwerking met Boosie Shop. En dit is de stijl Fab Lash. Ik ga die wimpers eventjes snel opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Wimpers zitten erop. We kunnen weer verder. Nou ga ik nog iets moeilijks doen. En dat is mascara aanbrengen op de onderste wimpers. Ik weet niet of dit gaat lukken, but we will see. Ik gebruik mijn Benefit Bad Gal Bang mascara. En dan gewoon een beetje op de onderste wimpers. Oh my god, zonder mijn huid aan te raken. Nou, wat een gedoe. Oh, ik kom heel te op mijn huid eronder. Ik denk dat ik het gewoon hierbij laat. Kijk dit, er zit nou allemaal mascara hier op mijn huid. Maar ja. Ik ga mijn gezicht bronzen met mijn Benefit Hoola Caramel bronzer. Laten we kijken hoe dit zal gaan. Aangezien de cream contour niet helemaal goed ging, hoop ik dat de bronzer het een beetje gaat bedekken. Ik ga ook weer zeg maar in mijn bronzer met mijn linkerhand. En dan gewoon lekker bronzen. Oh mijn god, dit lukt gewoon bijna niet. De rechterkant van mijn gezicht ziet er echt slechter uit dan de linkerkant. Oh my god. Zo, we zijn lekker vlekkerig. Love it. Als blush gebruik ik deze blush van She Glam. Die is echt super mooi. Kijk even wat een mooie peachy kleur. Dit is de kleur Good Vibes. En ook weer hier ga ik in met mijn linkerhand. En dan ga ik het gewoon proberen aan te brengen. Niet te veel. Ik ben ook hier allemaal veel te laag gegaan met mijn bronzer en contour en zo. Beetje blush hier bij mijn voorhoofd. Als highlighter gebruik ik mijn Milani Baked Highlighter in de kleur 120 Champagne. Oh wow, ik wilde weer mijn rechterhand gebruiken. Oh my god, ik gebruik links. En ook weer met links in het product. Oké, dit moet echt goed gaan. Nou, dan nog de lippen, jongens. Oh my god. Ik hoop echt dat ik binnen de lijntjes blijf van mijn lippen en het niet helemaal een mes wordt. Want dit ging op zich allemaal best wel goed. Ik zie wel echt dingen in mijn gezicht die niet zo goed zijn gegaan. Het is allemaal best wel een beetje patchy. Vooral deze rechterkant van mijn gezicht. Het had allemaal veel beter gekund. Dingen zitten ook niet helemaal goed op hun plek en zo. Zoals de bronzer en zo zit te laag. En dat soort dingen. Maar whatever. Ik vind dat ik er echt best wel goed uitzie voor iemand die er niet een dominante hand heeft gebruikt. Dus de linkerhand. Dan de lippen. Ik wil deze NYX Shine Loud Lip Gloss gaan aanbrengen. Dit is de kleur Global Citizen. Deze kleur heb ik nog geen enkele keer gebruikt. En ik heb jullie al 100 keer verteld hoe enthousiast ik ben over dit lipproduct. Ik heb hem in 4 kleuren. Dus echt, I love it. Maar de nude kleur heb ik nog geen enkele keer gebruikt. Dus dat wil ik gaan proberen. Deze heeft een liquid kant en een lipgloss kant. Dus ik moet zowel een normale liquid lipstick aanbrengen als een lipgloss. Dus dat ga ik beide doen met mijn linkerhand. Ik moet ook een beetje snel werken, want dit droogt op. Oké, nou dit ging echt perfect. De truc is echt gewoon om je hand stil te houden en je gezicht gewoon een beetje te bewegen. Dan gaat het echt veel beter dan dat je je hand heel de tijd beweegt. Oeh, die kleur is mooi. I love it. Een hele mooie nude. Oké, dit laat ik even 1,5 minuut opdrogen en dan ga ik in met de lipgloss. A few moments later. Oké, jongens, het is helemaal opgedroogd. Wat een mooie kleur. Het is een beetje een cool tone bruine kleur. Het is geen warme bruine nude, maar een beetje cool. En dat staat mooi met de cool tone bruine oogschaduw. Dat had ik niet expres gedaan, maar ja, ik had niet verwacht dat hij zo cool tone was. But I love it. Het matcht echt perfect met de oogkleur. Dan ga ik in met de lipgloss. Oh, deze lipkleur. Oh, ik ben echt weer amazed met dit product. Ik vind het zo fantastisch. Elke kleur die ik heb gebruikt is goed. Ik heb 3 kleuren. Ik zei net dat ik er 4 heb, maar ik heb er 3. Ik heb 2 felle. Een fel roze, fel rood en een nude. En ik heb ze nou alle 3 gebruikt. En ik vind ze alle 3 geweldig. Dan fixing spray. Ik denk dat ik mijn Morphe fixing spray ga gebruiken. Deze in het goud. Ook met mijn linkerhand, obvious. Nou jongens, en dan zijn we klaar. Het ging echt goed. Ik hoef me echt helemaal niet opnieuw op te maken. Ik denk wel dat ik straks een beetje een aantal dingen ga bijwerken met mijn rechterhand. Maar op zich, het ziet er echt top uit. Hier is het van iets meer close-up. Ja, die oogschaduw is wel echt super slecht geblend. Maar voor de rest,
Het ziet er allemaal echt best wel goed uit. Inclusief de eyeliner. I love it. Nou jongens, wat vinden we ervan? Wat vinden jullie van de ooglook? Echt, I love it. Ik zie er wel een beetje oranje uit op beeld. Ik weet niet waarom dat is. Mijn gezicht lijkt heel oranje. In het echt is dat niet. Maar het ging echt beter dan verwacht. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Eigenlijk een beetje wat het slechtste is gegaan qua gezichtsmake-up is het dat het een beetje vlekkerig is. En qua oogmake-up is het gewoon niet heel goed geblend. En de eyeliner is ook niet echt toppie gegaan. Dus dat zijn dingen waarmee ik een beetje issues had. Voor de rest, het ging echt helemaal goed. Mijn lippen gingen gewoon helemaal perfect. Alsof ik het gewoon heb gedaan met mijn rechterhand. De blush ging ook goed. De highlighter ging ook goed. I love it. Ik ben echt blij met hoe ik eruit zie. Ik vind het ook weer gewoon een hele mooie soft glam look. Dit is echt zo'n look die ik maak als ik iets ga doen. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om zo een beetje meer naturel-achtige look te zien. Laat me je mening horen beneden in de reacties. Als je nog een leuk video idee hebt, laat het me dan ook weten. Want daar ben ik altijd naar op zoek. Want ik maak 4 video's in de week. Dus ik heb altijd inspiratie nodig. Nou, ik hoop dat ik weer een beetje een lach op jullie gezicht heb gebracht in deze donkere coronatijden. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn hoofd hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!